Om het gebruik van potpourri anders te belichten hebben kunstenaars Roosje Verschoor en Suzanne Bernard potpourri tot kunst verheven. Dat doen zij samen met gastkunstenaar Kenny van Genderen en met de kunstexpo The Struggle is Real. De expo is gisteren geopend in Maisonara en duurt een week. De twee kunstenaars vertellen hoe zij op het idee zijn gekomen om met potpourri te werken. Dus eigenlijk kreeg die palm een nieuwe naam. En wij vroegen ons af, met die naam, is dat het enige wat veranderde of is ook meer dingen veranderd? Wordt het op dezelfde manier gezien? Wat is verloren gegaan? Welke kennis rondom de vrucht en welke kennis heeft hij erbij gekregen eigenlijk? Ja, nou ja, naast ons archiefwerk dachten we gaan ook wat veldonderzoek verrichten. Dus toen begonnen we bij het begin, namelijk in het bos met de potpourri-plukkers. En daar hebben we een film van gemaakt. Er is ook een culinaire ervaring gedeeld met de gasten. Alle gerechten zijn gemaakt met potpourri of kwak en zijn tentoongesteld naast kunstwerken die van potpourri en klei zijn gemaakt. Bernard en Verschoor lieten een schilderij zien met de uitleg van de potpourri. In rood een ontspruite potpourri-palm. Die is verzameld bij Naturalis, dus door een Nederlandse biologe. Dit zijn de besjes. En we hebben hier een palmboom. Ja, dit is een tekening van de 18e eeuw, geloof ik. Ja. Van een ontdekkingsreiziger, om maar even zo te zeggen. Die dan de pinapalm tekende. En ja, Westerlingen hebben toen een Latijnse naam gegeven. Namelijk Euterpe. Oleracei. Ja, en dat is interessant, want in Nederland en in de rest van Europa wordt nog steeds acai of acai gezegd. En dus met de ontdekking, met de tekening die werd gemaakt, werd er dus ook een nieuw systeem aan taal aan toegevoegd. Kunstenaars Suzanne Bernard en Roosje Verschoor. Zij spraken gisteravond bij de opening van de potpourri kunstexpo met als titel The Struggle is Real. De expo duurt een week en wordt gehouden in Maisonara aan de Anton Drachtenweg.